Zo jongens, de tent is ingepakt. Wij gaan naar Marseille. Marseille, here we come. Dacht ik na 5 uur rijden met airco eventjes stoppen. Want 5 uur achter elkaar rijden is wel heel erg veel. Ik zit nu een uurtje van Marseille af. Ik denk ook even een sigaartje roken. Had ik even zin in. Heb ik ook wel verdiend na zo'n lange reis. Zit het hier bomvol met sprinkhanen. Hoor het. Wegrust. En daarentegen, ik heb nog geen 2 trekjes gehad of het zweet druipt me van de kop af, want het is hier 34 graden. Lekker hoor. Ik ben blij dat ik mijn flesje water bij me heb. Ook die wordt al lauw. Het wordt echt tijd om zo snel mogelijk wespen, overal wespen. Het wordt tijd dat ik zo snel mogelijk in Marseille aankom. Kunnen we daar lekker weer verder genieten van onze vakantie. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Nou, de tent staat. Wij gaan naar het strand. Nou, ik ben zeer benieuwd naar het strand. En eens kijken of de krekels daar ook zo aanwezig zijn. Echt strand is hier niet. Dit is meer een beetje een schelpenparade. Het water is nogal groenig. En we hebben hier een zandbak. Dat zal ons strand wel zijn. Ik ga nog even op zoek naar een ander strandje. En anders gaan we nog even lekker naar Marseille. We zien wel wat we gaan doen. Het komt allemaal goed. Het is ook al redelijk laat en ik heb er een behoorlijke reis op zitten. Dus ik steek zo meteen maar even de grill aan. En morgen ga ik eens even kijken wat er allemaal in Marseille te zien is. Sssst. De krekels zijn stil nu jongens. Laten we dat zo houden. Goedemorgen lieve mensen. Oh, 7:30. 23 graden. Dit voorspelt niet veel goeds. Ik denk dat dit een hete dag gaat worden. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky.
het gebruikelijke ochtendritueel in Frankrijk maar even. Een bakje koffie met een lekker sigaartje. Maar wel even achter een boompje in de schaduw. Op dit moment is het 25 graden en 9 uur 's ochtends. Dat belooft wat in Marseille. Nou, we zijn in de stad en je ziet het meteen al, wat een mooie gebouwen hier. Prachtig om te zien. We gaan nu eerst even op zoek naar een terrasje en daarna gaan we de stad helemaal verkennen. Nou, we toppen hem eerst maar even af met een heerlijke Heineken. En dan gaan we zo als eerste even op zoek naar de haven. Dit moet een hele mooie haven zijn, Le Vieux-Port. We gaan het zien. Maar eerst, proost. We zijn aangekomen bij Le Vieux-Port. Dit is een hele beroemde jachthaven. Hier staan ook twee forten. En dit was een zeer belangrijke haven om buitenstaanders tegen te houden om Europa naar binnen te gaan. Ik ga jullie even nog meer laten zien van deze mooie haven. Het is heerlijk, nog geen uur in de stad en de goocheltrucjes die komen je alweer tevoorschijn. De acrobaten zijn er alweer en hier hebben we die prachtige haven. Hier achter mij zie je een van de twee forten die zijn gebouwd door Lodewijk XIV in 1660. Dit was bedoeld om indringers te weren uit de haven van Marseille. We gaan er eens even kijken. Ja, dat traplopen met 33, 34 graden. Dat valt niet mee. Jammer genoeg mogen we het fort niet helemaal in, maar dat geeft allemaal niks. We gaan nu eens eventjes kijken hoe het in de stad Marseille zelf is.
Ik ben nu in het park Saint Victor en daar heb je een prachtig uitzicht over de hele stad. Het was een eindje omhoog lopen, maar ik kan hier even lekker in de schaduw rusten. En dat is tevens nodig. Oh. Hier achter mij zie je de Notre Dame de la Garde. Dit is een kerk uit de 19e eeuw, gemaakt in de Romaans-Byzantijnse stijl. Wij gaan even binnenkijken in die kerk. En ik moet zeggen, het uitzicht hier al over Marseille is prachtig mooi. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Nou, ik kan helemaal gelijk. Hier bovenop de Notre Dame heb je een prachtig mooi uitzicht van de hele stad. Zegt adembenemend. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop offend the man on the jukebox, and then we start a dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow. Hier achter mij zie je het gerechtsgebouw van Marseille. Ja, dit is ook een prachtig gebouw. Het is nog niet zo oud. Ze hebben het redelijk nieuw opgebouwd. Ja, het ziet er ook weer fenomenaal uit. Zulke dingen zien we niet in Nederland. Tja, en blijkbaar heeft de lokale bevolking van Marseille niet zoveel met justitie, gezien ze hier zuipfeestjes houden. Daar is hij dan. Een lekker verkoelend biertje. We zijn eraan toe. We hebben al heel wat gezien van Marseille, maar we gaan er nog veel meer van genieten. Thank you.
Wij verlaten de stad Marseille even weer. Ik heb aardig de blaren aan de voeten. Het is hier 36 graden warm. Ik ben al aardig flink verbrand. We gaan nu eventjes een stukje naar beneden. Dat heet Les Goûts. Dat is, moet een heel mooi plekje aan zee zijn, waar een paar prachtige bergen te zien zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie ook. Nou, we zijn aangekomen bij Les Goûts, een klein stukje paradijs op aarde. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Leave the air on like I don't care, baby, by the way. Oh, prachtig hier. Ik ben blij dat ik hier even naartoe ben gekomen. Les Goûts heet het voor een natuurliefhebber. En het ziet er zeer, zeer indrukwekkend uit. Nou, het kan niet altijd goed gaan op vakantie. Toen ik de rotsen weer opklom, gleed ik even heerlijk uit. En die rotsen zijn nogal scherp. Dus ja, ik had nog een aantal pleisters. Ik heb hier behoorlijke schaafwonden zitten. Ik heb alles maar eventjes een beetje met alcohol schoongemaakt. En ja, even de zee niet meer in vandaag. Het is niet anders. Ik neem even een drankje om van de schrik te bekomen, want ik ben een aardig stukje naar beneden gekletterd. En daarna gaan we gewoon weer verder op avontuur, want wij zijn nou eenmaal avonturiers. Nou, dit was Les Goûts. We zijn er eventjes weer klaar mee. Het zweet druipt me van de kop af. Het is nu ook 37 graden. Ik ga een terrasje opzoeken. Ik ga even een lekker pintje pakken in de schaduw. De volgende keer zitten wij tussen Nice en Monaco. Daar hebben wij een camping geboekt. En we gaan eens even kijken hoe het in die contreien is. Tot dan!